de glamour in Nederland wel prima, eigenlijk. Ik hoor dat iedereen altijd heel veel klaagt over dat het geen Hollywood hier is en blablabla. Maar volgens mij doet iedereen wel erg zijn best om het naar dat niveau te trekken. Vandaag aardig ons best, maar het mag wel wat meer natuurlijk, hè? We gaan het liefst in ons joggingbroek naar de supermarkt toe. Ik vind de glamour in Nederland heel goed op het moment. Ja, we hopen daar een beetje ons dingetje aan bij te dragen met het blad en ik met mijn vak en nog een aantal mensen. Maar ik vind dat er wel veel meer glamour in Nederland is als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een aantal jaren geleden. Ja hoor. Nou, dat is een hele riskante vraag, glamour. Nou, natuurlijk kent Nederland niet echt heel veel glamour. Maar ik denk dat wel hier inderdaad heel veel glamour wordt besteed vanavond. Nederland is dan niet echt een glamorous land, toch? Mensen kunnen wel heel erg hun best doen, zoals op feestjes, zoals vanavond. Maar dagelijks is het niet echt zoals je bijvoorbeeld in Milaan door de winkelstraten loopt, een en al over de top. Nou ja, als je dit zo ziet en je ziet de moeite die mensen hebben gedaan om je mooi aan te kleden, vind ik dat er heus wel glamour in Nederland is. About parties like this? A nightmare. Total nightmare. Always. But I'm, what? Too many people, too much hysteria. I like one or two people, really. If you dress me, I'll be stylish. If it's up to me, I wear my pajamas. Leuk, absoluut. Als je genomineerd bent, is het natuurlijk toch leuk om hem ook mee naar huis te mogen nemen. Ik heb hem even niet op, ik heb hem even afgegeven, want hij viel steeds af. Maar nee, is hartstikke leuk, absoluut. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Ik dacht echt nada. Ook omdat ik vorig jaar al iets had gewonnen bij de Beaumonde. En dan denk je toch, nou, ik ben weer genomineerd, het zal wel niet. Maar als je dan toch uiteindelijk je naam hoort, dan denk je, oh yes, leuk. Maar je begrijpt dat mijn leven echt even op zijn kop staat. Nee, serieus. Het is heel leuk. Tuurlijk is het heel leuk. Maar eigenlijk vind ik het allerleukste van de avond dat ik Ruby Wax heb ontmoet. Want dat vind ik echt zo'n leuk wijf dat ik helemaal blij was daarom. Nou ja, in principe is het zo dat wat je voelt, dat straal je natuurlijk ook uit. Het is niet voor niks dat verliefde mensen er heel mooi uitzien omdat ze het uitstralen. Datzelfde geldt voor heel vaak voor zwangere vrouwen, omdat je gewoon je bijzonder voelt. Ik denk dat dat het belangrijkste is als je het over innerlijk en uiterlijk hebt. Het kan elkaar versterken. Als je je slecht voelt, kan je er ook gewoon slecht uit. Maar ik denk wel als je iemand goed bekijkt, en dan bedoel ik daarmee gewoon in de ogen aankijk, dan zie je ook wel de innerlijk van die persoon.